Goedenavond aan alle belangstellenden voor ons webinar. Het webinar wat eigenlijk een vervanger is voor onze jaarlijkse lezingen voor Cijfers die Spreken. U bent van ons gewend geweest dat wij u jaarlijks uitnodigen rond deze periode om eens na te praten over het afgelopen jaar en over een aantal actualiteiten bij te praten. Maar helaas, door de crisis waar we in leven, hebben wij ervoor gekozen, of crisis, door de coronaperikelen hebben wij ervoor gekozen om dat niet op deze manier te doen, maar een webinar te verzorgen. Onze collega's van ons kantoor in Leeuwarden hebben dat afgetrapt, dit soort webinars voor onze cliënten. En we willen daar een vervolg aan geven voor u. We hebben vanavond een tweetal sprekers, maar ik wil u eerst nog even meenemen in een aantal wijzigingen die bij ons op de clusters hebben plaatsgevonden. U kent reeds een groot aantal van onze bedrijfskundige medewerkers. Herald en Jan en Wouter is bekend. Maar er zijn recentelijk ook nog een tweetal medewerkers bijgekomen. Met ingang van 1 juni is Erwin Bijker collega van ons geworden op onze vestiging in Groningen en Assen. Erwin heeft een bankair verleden, maar ook al een verleden bij Alfa en een heel ver verleden. Hij heeft inmiddels zich als goed is ook aan de cliënten van ons cluster in Groningen voorgesteld. Middels een mail waar u ook een filmpje kunt vinden waarin hij zich voorstelt. Hij komt ook graag op bezoek bij u. En daarnaast is Mariska Graveland, is medewerkster van ons bedrijfskundig team geworden. Mariska werkt al een poosje bij Alfa, heeft daar de functie van assistent accountant vervuld. En wil graag doorgroeien en meer meedoen met het bedrijfskundige werk. En dat past prima bij ons in de opzet. Daar hebben we Mariska ook welkom geheten in ons bedrijfskundig team. Vanavond dus de lezing Cijfers die Spreken. En die hebben we eigenlijk in twee delen opgeknipt. Het eerste deel is, zoals we altijd van ons gewend zijn, terugblikken naar het vorig jaar. Maar ook eventjes toch vooruitkijken naar dit jaar en het nieuwe jaar en dan met name ook even cijfermatig gezien en wat voor trends zien we in een aantal zaken meer. Dat stuk zal door onze collega Jan van der Vecht gedaan worden, de meeste van u wel bekend. En daarnaast, als Jan zijn relaas gedaan heeft, dan is het de eer aan Herald om ook een aantal zaken, wat diverse andere activiteiten met u door te nemen. Er speelt genoeg in de melkveesector met allerlei perikelen en daar praat Herald ons over bij. Mocht het nou zo zijn dat u een vraag heeft over de presentatie, dan wil ik u verzoeken om die via de chat aan ons te stellen. Ik persoonlijk zal de chat in de gaten houden. En als er een vraag voorbij komt die beantwoord moet worden, of die graag beantwoord wilt zien en we zeggen van ja, die zit in de actualiteit, dan probeer ik Herald of Jan tot een antwoord te verleiden, zeg maar gerust op deze vraag. Het kan zijn dat sommige vragen al in de presentatie verwerkt zitten, dus dan worden ze later ergens beantwoord. Of dat het niet past dat ze op dit moment beantwoord worden, maar daar gaan we vanzelf uitkomen vanavond. Voor zover mijn inleidende beschietingen zeg ik maar gerust. Ik wil nu eigenlijk het woord wel heel graag geven aan mijn collega Jan van der Vecht. Goedenavond deelnemers. Fijn dat jullie vanavond deelnemen in dit webinar. Ik zie nu net dat ik iets gedeeld heb wat niet de bedoeling is. Ik ga voor jullie een presentatie verzorgen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Jan van der Vecht. Ik werk sinds 8 jaar bij Alfa Accountants en Adviseurs. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij verschillende banken. Mijn werkzaamheden binnen Alfa zijn die van het opstellen van liquiditeitsbegrotingen, het maken van langjarige begrotingen, maar ook klanten helpen met BAS-rapportages en daar ook de technische zaken in duiden en het begeleiden van studiegroepen. En daarnaast vervul ik ook best veel klantgesprekken die betrekking hebben op de relatie met Alfa. Wij binnen Alfa vinden het erg belangrijk dat jullie als klant krijgt wat je graag hebben wil. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. Daar hebben wij ook gewoon aandacht voor. Verder doe ik vanavond deze presentatie met mijn collega Herald, zoals Erwin al heeft aangegeven. En die zal zich meer met de actualiteiten vanuit de regelgeving gaan bezighouden.
Nou, wat ga ik vanavond met jullie bespreken? Ik heb een korte agenda gemaakt. Waarbij het eerste, wat toch wel heel duidelijk en ook weer dit jaar aanwezig is, zijn de twee en misschien wel drie droge jaren op rij die we misschien krijgen. We hebben in ieder geval al een droog voorjaar gehad. Dat is al zeker. Maar het jaar 2018 en het jaar 2019 waren beide hele droge jaren. En die hebben ook zeker zo zijn impact. Dus daar ga ik iets over vertellen. Markt- en prijsontwikkeling, wat voor een melkveehouder toch wel van belang is. Een korte terugblik op de cijfers die spreken van 2019. En daarnaast ook bankmaatregelen tijdens de coronacrisis. En wat, dat, nou, wat je daar eventueel je voordeel mee kunt doen of niet. En wat dat betekent voor je liquiditeit. En daarnaast het laatste deel, een stuk strategie. Richting toekomst en waar je als ondernemer toch wel bepaalde keuzes in zou kunnen maken. Nou, allereerst dit plaatje, dat zegt denk ik genoeg, zegt ook heel veel. Dit is een foto wat ik van een klant kreeg, een klant in Alteveer in Drenthe. En dit was zijn uitzicht van achter de stal vorig jaar. En nou ja, daar kun je wel zien, alles ligt ruw en rood. En dat heeft natuurlijk echt wel eens een weerslag op heel veel dingen. Maar ik denk in eerste instantie op de graskwaliteit, de kwaliteit van de grasmat. Maar daarnaast ook een mindere opbrengst. En dat zien we ook gewoon terug in de cijfers. En ook, nou ja, heel veel ondernemers zijn druk bezig geweest met beregeningen. Niet iedereen kon dat. En soms werd het ook op een gegeven moment gewoon verboden om te gaan beregenen. Dus ja, dat is... Dat heeft heel veel impact voor jullie als ondernemers gehad. Daarnaast, die impact, ja, die vind je niet alleen bij het grasweer, maar ook in het stalklimaat. Een stuk diergezondheid, uienproblemen en ook een stuk productiedaling. En nou, dat is, vaak is dat een productiedaling, die krijg je er ook niet zomaar 1, 2, 3 mee bij. Dus dat heeft dan ook zijn weerslag in de rest van het jaar. Dit voorjaar 2020 ook al extreem droog. We zagen al heel vroeg alles wat zo ongeveer sproeien kon naar buiten gaan en op het land verschijnen. Ja, dus nu is de vraag, wat betekent dat voor de rest van het jaar? Kan er voldoende ruwvoer worden gewonnen, ja of nee? En nou ja, ook wat betekent dat in de kostensfeer? Dus nou, die gevolgen voor het ruwvoer, dat zien we nu eigenlijk al een beetje. De eerste snee was toch veel minder dan dat men had gehoopt. Tweede snee maakt wel weer wat goed. Maar wij hebben nu ook al klanten waarvan we zeggen, ja, sommigen die zijn alweer begonnen met de meisnede van het nu van dit jaar, zeg maar. Dus dat is best wel, ja, heeft wel impact, laat ik het maar zo zeggen. Nou, dan wil ik als eerste beginnen met de ontwikkeling van de melkprijs. Jullie zien hier een grafiek. En met daarin een aantal lijnen. Nou, de belangrijkste twee lijnen, dat zijn de grijze lijn, dat is van 2019. Deze grafiek is trouwens overigens gemaakt door de WUR in Wageningen. Die heeft dat netjes bijgehouden. Het is ook een grafiek waarvan de melkprijs in dit geval betrekking heeft op gewoon de kale melkprijs. Dus de voorschotmelkprijs, dus zonder toeslagen, nabetaling, etc. En die melkprijs die is voor 2018 is die vastgesteld op 34,69. Nou, wat je ziet is dat die lijn, die grijze lijn, dat die tamelijk constant is. En je ziet de oranje lijn van 2018, die zie je daar zo nu dan doorheen gaan, maar die blijft daar enigszins in de buurt. En als we kijken naar de feitelijkheid van het verschil, dan is dat een 0,25 cent in totaal. Nou, voor ons, wij houden ook cijfers bij, waarin wel die toeslagen en nabetaling et cetera is verwerkt. En dan zien we dat voor 2019 de prijs is uitgekomen op 38,20 cent. Dus een 0,25 hoger dan in 2018. Nou, wat je ook ziet is dus dat die melkprijs van 38 cent... dat die dus wel ruim hoger ligt dan het langjarig gemiddelde waar banken zeg maar mee rekenen in hun begrotingen. Nou, wat je ook ziet is de lijn van 2016 bijvoorbeeld, dat daar een diepe dip in zit. En dat 2017 toch net even wat beter heeft betaald dan 2019.
Nou, er zit ook een korte lijn in. Dat is de lijn van 2020. En daarvan zie je dus vanaf maart een dalende trendlijn naar beneden. En nou ja, er is ook in de media best veel over gesproken. Dat hebben jullie ongetwijfeld meegekregen. En daar werd toch wel een diepe melkprijsdip verwacht die mogelijk wel zelfs onder de 30 cent zou kunnen komen. De voorschotsprijs. Dat hebben we gelukkig tot op heden toe nog niet gezien. Friesland Campina die heeft wel de melkprijs laten zakken tot een 32 cent. En heeft dat voor de maand juli volgens mij weer verhoogd met een halve cent. Maar hoe dan ook, wat het voor de rest van het jaar betekent, dat is best wel ongewis. Dat is moeilijk te zeggen van waar dat gaat lopen. Maar vooralsnog lijken de effecten mee te vallen. Nou, dan heb ik nog een grafiek. Dat is de grafiek van de fosfaatprijsontwikkeling. De bron van die staat eronder, dat is fosfaatrechten.nu. Nou, wij intern hebben wel gezegd van nou, op zich is die grafiek is wel juist. Alleen het aantal verhandelingen wat er op plaatsvindt, dat is gering. En ook het aantal de verkoop van fosfaat, zeg maar, dat valt naar onze mening heel erg mee of tegen. Het is maar net hoe je bekijkt. Er wordt weinig verkocht. En als je de grafiek zelf bekijkt, dan zie je dus een daling van 185 vorig jaar, 2019, januari 2019, naar 140 eind van dit jaar of eind van 2019. Met een kleine opleving net na januari en vervolgens een fikse daling die wordt ingezet richting de 120 euro. En toen kwam corona en werd er ook meer duidelijk over het stikstofbeleid. En zie hier, men meende dat het misschien wel goed was om het fosfaat weer duurder te maken. Dus wij denken wel dat er nog wat verschil zit tussen hoe als de prijs hier op deze site wordt weergegeven en wat feitelijk in praktijk wordt betaald. Nou, dit is ook een grafiek en die gaat over de renteontwikkeling. Nou, hier valt op, ik heb daar een paar paarse kringels in gemaakt. De kleinste die u ziet aan de meest rechtse zijde, dat is op dit moment de funding van de 10-jaarse rente. Deze grafiek die komt van homefinance.nl en die verhoudt zich tot de IRS, de interest rate swap rente, die als funding dient voor de langjarige rente. Dus dat ziet er nagenoeg hetzelfde uit. Wat ook opvalt is de grote paarse kringel ergens daar in het midden. Daar ziet u dus duidelijk een behoorlijke daling vanaf januari. Dus de rente kon dus nog lager dan we al dachten. En die schiet dan, mede door de coronacrisis, schiet die een punt of 8 schiet die naar boven. Dus een 1/18. En dat was vrij uitzonderlijk. Hebben we ook met banken over gehad. En die zeiden ook van ja, op dit moment moeten wij gewoon extra moeite doen om kapitaal aan te trekken om die funding te garanderen. En dat is de reden dat we toch een behoorlijke rentestijging hebben doorgemaakt. Nou, wat de rente voor de toekomst zal gaan doen. Ik denk eerlijkwaar gezegd dat het mee gaat vallen. Dat die dus op een laag en een tamelijk stabiel niveau blijft. Met name ook om de ondernemingen in de benen te houden. Om die aan de praat te houden. En nou ja, wat we ook zien. Dit gaat dus puur over de funding. Jullie als klant. Een gemiddelde melkveehouder waarvan rendement en zekerheid voor een bank een tamelijk zekere factor zijn. Dan komt daar een 2,25% bij op als zijnde de klantopslag. Dus de 10-jaars lening die kost op dit moment zo rond de 2% kun je die op dit moment gewoon vastzetten. Nou, dat biedt ook heel veel zekerheid binnen het bedrijf als je voor een dergelijk laag niveau je rente kunt afdekken. Wat wij ook zien is best wel heel veel variatie tussen de leningen, tussen de rentes die worden aangeboden bij verschillende klanten. En dat heeft natuurlijk te maken met als eerste denk ik de omvang van de totale financiering, dus het totale obligo. Maar daarnaast ook in welke mate als je je rente- en aflossingsverplichting kunt opbrengen. Dus wat als het rendementsverwachting zijn, wat de vermogenspositie is. Maar ook wat je als zekerheid te bieden hebt als ondernemer. Dus voor een eigendomsbedrijf zal het nou eenmaal makkelijker gaan als voor bedrijven waar ook nog een grote hoeveelheid pacht bijvoorbeeld in het areaal zit. Nou, verder zien we dat banken op dit moment liever eigenlijk geen commitment meer afgeven langer dan 10 jaar. Dus eigenlijk willen ze in de kapitaalmarkt
die funding tot maximaal 10 jaar garanderen. En dat doen ze door middel van een bullet lening. Daar hoef je niet, in principe niet op af te lossen. Maar na 10 jaar vervalt die en moet die opnieuw weer worden verstrekt. Dus dan gaan ze kijken van, ben je nog steeds goed voor dat geld, zo ja of nee. Wat ze in diezelfde tijd van het verstrekken van een dusdanige lening doen, is kijken of er ook andere leningen zijn die ze kunnen herfinancieren. En op die leningen, verhogen ze dan de aflossing. En dat is een manier om oude leningen snel uit de boeken te krijgen. Dus zo proberen banken dat te handelen. Nou, dan wil ik het nu eigenlijk met jullie gaan hebben over de cijfers van 2019. En daar een terugblik op geven. Wat jullie zien is een tabel met een drietal cijferkolommen. Dus 2019, 2018 en de top 25%. Nou, wat je ziet is eigenlijk dat er qua hectares dat er eigenlijk amper aan verschil is. We zien een kleine uitbreiding van het areaal, nog geen hectare. En we zien ook dat de 25 plus toch wat meer grond aanwezig heeft. We zien ook dat het aantal melkkoeien met 2 is uitgebreid. En dat het, de hoeveelheid jongvee wat daarvoor beschikbaar wordt gesteld om die te kunnen vervangen, dat het gedaald is. Onder de 5 zelfs. En dat vinden wij best wel behoorlijk strak. Dus dat betekent dat je behoorlijk goed op je koeien moet kunnen passen om met je eigen jongvee je melkkoeien te kunnen vervangen. Dat lijkt ons een behoorlijke uitdaging. Verder zien we ook dat de melkproductie opnieuw is gestegen per gemiddeld bedrijf. Dus 1.140.000 intussen al. En dat de top ook nog op een iets hogere, of de 25 plus, op een krap 2 ton meer zit dan de 75 die daaronder bungelt. Al met al een behoorlijke gemiddelde productie, hoge productie per bedrijf. Dat zie je ook terug in de intensiteit van de bedrijven. Die neemt ieder jaar eigenlijk gestaag toe. En dat betekent ook eigenlijk dat de afhankelijkheid van ruwvoer dat die groter wordt op het gemiddelde bedrijf. En dat in combinatie met de droogte, zeg maar, dat kon nog wel eens iets betekenen voor het eind van dit jaar, van voerprijzen, et cetera. Maar fijn, dat gaan we afwachten samen. Verder zien we ook dat de gemiddelde productie per koe ligt op een zeer hoog niveau. 9250 kilogram melk per koe. Best heel erg top, om het maar zo te zeggen. Ook de droge jaren laten zich bespiegelen in de cijfers. We zien een KVM-opbrengst van 8000 gemiddeld gezien, tussen gras en mais in 2018. We hebben ook nog wat uitschieters naar beneden gezien die echt heel veel last hebben gehad van de droogte. 2019 is al wel weer wat beter. Maar je moet het zo zien, eigenlijk de gemiddelde productie waar wij mee rekenen in onze systematiek qua begrotingen. Heel veel melkveehouders menen toch echt wel dat de 10.000 KVM voor het gras geldt en 16.000 voor mais. Dus dan zit je gemiddeld al heel vaak op 11,5, 12 KVM per hectare. Nou, daar blijft dit dan toch nog in die droogjaren echt wel wat bij achter. En dat zien we ook gewoon terug in de ruwvoervoorraden. Nou, ook hier zie je dus de melkopbrengst. Een kwartje of een kwart cent verschil. Maar ook een KMO die zelfs van 36,20 komt naar 35,83. Vinden wij best nog wel een heel hoog niveau. Dus dat betekent ook dat daar best wel sprake is van enige gevoeligheid in de exploitatie. Gelukkig is de liquiditeitsmarge dus onderaan de streep is wel wat verbreed. Je moet het zo zien, die 0,75 is in feite 7.500 euro wat je overhoudt in 2018. Nadat je alle kosten hebt betaald en privé hebt geleefd. En de liquiditeitsmarge voor 2019 is het in feite 23.700 gemiddeld. Wij moeten het wel bij zeggen dat we best wel grote variaties tegenkomen. Dus dat is niet bij iedereen is dat het geval. En ook, kijk maar naar de top 25. Die heeft toch echt nog wel een behoorlijke marge overgehouden. Als we kijken naar het uitgavenprocesniveau, eigenlijk de tabel die eigenlijk het beste weergeeft het vakmanschap wat er in jullie als ondernemers schuilt. Nou, dan beginnen we met de totale opbrengst, dus dat is de melkopbrengst plus de omzet en aanwas, die is nagenoeg gelijk. We zien ook de eigen ruwvoerkost en de aankoop van voer, wat zich uiteindelijk totaliseert in de totale voerkosten. Dan zien we daar ook een verschil van bijna een cent. Kosten melkvee is nagenoeg gelijk gebleven. En wat je ook ziet is dat het saldo voer
dat het met een cent is toegenomen. En het uitgavenprocesniveau is met iets meer dan 1 cent, dus 1,2 cent, is het uitgavenprocesniveau afgenomen. Nou, Jan, dat is, mag ik even een vraag over stellen, als ik even inbreek? Ja, dat mag zeker. Je ziet hier dat de top 25% aan eigen ruwverkosten nou net geen 4 euro zeg maar, presteert en het gemiddelde bedrijf ruim 5 euro. Even naar de vorige pagina kijken, dan zie je dat eigenlijk tussen de top 25% bedrijven en het gemiddelde bedrijf in intensiteit geen verschil zit en eigenlijk in KVM-opbrengst ook niet. En toch zie je dat de eigen ruwvoerkosten hier flink lager zijn. Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik heb ook even verder geklikt met wat kringeltjes om wat zaken te duiden. Ja, je ziet die eigen ruwvoerkosten op die 25 plus bedrijven. Dat er gewoon heel erg efficiënt wordt omgegaan met hun machines die ze inzetten. En ze zijn ook eigenlijk overal scherp op hun loonwerkkosten. Ze kunnen het altijd scherper voor elkaar krijgen als hun vakbroeders, om het maar zo te zeggen. Dus ja, en ze zijn ook, kun je ook al zien aan de omvang, ze zijn ook gewoon wat groter en ze hebben ook wat meer areaal. Dus ook de gemechaniseerdheid is doorgaans net even wat beter, kan net wat meer capaciteit. En eerlijk is eerlijk, het wordt hier ook gedeeld door meer liters. Dus dat is de verklaring, Erwin. Ja, dankjewel, duidelijk. Nou, en zoals je kunt zien, want ik ga er toch maar even verder op in. Saldo voer, dus een centje erbij. Maar in vergelijking tot de plusgroep scheelt ruim 2 cent. Het uitgavenprocesniveau scheelt 3,6, 3,7 cent uit mijn blote hoofd. Nou, en dat is toch wel serieus geld. Dus daar valt echt nog het nodige te winnen. Ik meen dat ik berekend had ergens in de buurt van de 40.000 euro wat het verschilt. Tussen de 25 normaal, zal ik maar zeggen, de standaardboer en de 25 plus. Dan gaan we even terug naar het huidige, het heden, waarin jullie als ondernemers verzeild zijn geraakt. Eind maart hebben verschillende banken besloten in collectief overleg dat er wat gedaan moest worden voor de verschillende sectoren. Voor de landbouw en voor is aangegeven, wij willen eigenlijk de leningen, de aflossing gaan stilzetten. Bij ABN AMRO en bij ING was mijn vermening, de ondernemer moet dat zelf gaan aangeven. Bij ING willen ze dan ook nog heel graag hebben dat het echt corona gerelateerd is. ABN AMRO die heeft het eigenlijk nog wat scherper aangepakt. Die heeft gezegd van wij gaan het voor jullie doen, tenzij je het niet wil. En dan doen we ook meteen de rente, gaan we ook stopzetten. Want wij denken dat het op dit moment even alle hands on deck is. En dus daar zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Ook cijfertechnisch, ook aan onze zijde. Van hoe gaan we dat nu verwerken? Zodat we in feite die KMO wel goed blijven duiden. Bij onze klanten die bijvoorbeeld een Basmelkje Plus hebben. Nou, bij Rabobank betekent het in feite dat dat de financieringstermijn wordt opgerekt. Dus het komt gewoon aan de achterkant, komt het erbij aan. Bij ABN AMRO werkt het anders. Daar wordt zowel de aflossing als de rente, die wordt met de laatste termijn van de lening, zou die in één keer paraat moeten komen. Dus dat kan een liquiditeitsdruk voor u als ondernemer betekenen. Wat ze ook zeggen is van, we kunnen ook kijken of we die lening op dat moment dan kunnen herfinancieren. En dan komt dus de last die daarbij, die wordt bij de nieuwe lening opgeteld en we proberen ze het op die manier recht te trekken. Maar het zou dus ook kunnen betekenen dat toch wat liquiditeitsdruk gaat opleveren. Deutsche Volksbank, daar hebben wij soms ook klanten bij die bij die bank zitten. En die hebben aangegeven van, bij ons kun je tot maximaal een jaar uitstel van aflossing krijgen. Maar dan willen we wel dat heel goed gedocumenteerd zien met een liquiditeitsbegroting, et cetera, met een prijsverwachting. En nou, dan is dat mogelijk. Dus zo gaan banken daar mee om. Of zijn daar mee omgegaan, laat ik het zo zeggen. Nou, ons advies is wel van, banken bieden het zelf bij wijze van spreken aan. Dus het is niet nadelig voor de rating, hè, waar banken naar kijken. Van, goh, dit is eigenlijk dit is geen negatief signaal. Dus een toekomstig rentetarief zal daar in die zin niet onder te lijden hebben. Het houdt jullie uit de gevarenhoek. Dus op het moment dat je anders bijvoorbeeld over je rekeningkrant limiet heen zou gaan, dan zou er een negatief signaal opleveren. Die wordt geregistreerd. Dus daar blijf je nu bij uit de buurt. Dus dat is gunstig. Anderzijds, je hebt nu wel extra liquiditeit en daar kom ik straks nog wel even op terug. En daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan. Dus
Er komen waarschijnlijk ook nog zaken op het pad. Dus even, goh, maar dat past dan nu ook wel even. Ik kan er toch, ik heb er nu wel geld voor, het is makkelijk geld ook. Nou, ik denk dat het verstandig is om daar wel op een zuinige manier mee om te gaan. Omdat we immers niet weten hoe lang als een en ander gaat duren op wat er nog volgt. Even kijken, de volgende sheet. Dat is, nou, dit is dus een stereotyp liquiditeitsverloopbeeld bij melkveehouderij. En dan zie je eigenlijk dat in de aanvangsmaanden januari, februari, dat het daar goed gaat. Er komt geld binnen, maar er wordt nog niet zo heel veel uitgegeven aan kosten. Vervolgens start het voorjaar met bemestingskosten, et cetera, aankoop van kunstmest. En begint het echte voorjaarswerk en zal ook de loonwerker aan worden gespoord. En dan zie je dus ook een dip komen. Vervolgens stabiliseert die lijn zich in juli, augustus en oktober en komt er weer een klein piekje naar beneden in verband met maïsoogst, etc. En vervolgens als laatste komen de betalingsrechten binnen en dan wordt de zaak wel eens ongeveer glad gestreken. Voor wat we nu zien, en dat is in feite dezelfde grafiek, maar dan met de blauwe lijn, dan zien jullie dat aanvankelijk lijkt het goed te gaan en wordt er extra liquiditeit gegenereerd. Dus vanaf juni, augustus. Dus die lijn die stabiliseert zich eigenlijk op een hoger niveau. Dat is heel mooi, dat voelt denk ik ook wel plezierig. Maar toch moet je wel daarmee oppassen. Want wij weten gewoon, ook vanuit de cijfers, dat er dit voorjaar best goed is gemogen. Meer dan vorig jaar, het eerste kwartaal. Dus als er in de tweede helft van het jaar nog eens fosfaat gekocht moet worden of geleased, misschien wel voorzichtig om daarmee dit geld dan te gebruiken. Want na een half jaar is de steun is afgelopen. En dan is weer het normale patroon wat zich aandient. En ja, dan moet, dus eigenlijk, moet je je daarna zelf kunnen redden. Dus eigenlijk gaan de maatregelen uit voor de crisis. Dat is wat wij vinden. En nou, hopelijk is er geen sprake van een tweede coronagolf. En dooft het uit, zullen we zeggen, en blijft de economie gewoon draaien. Dat zou het beste scenario zijn. Want in dat geval, ja, dan zijn jullie op dit moment passend geholpen. Jan, in deze formule met die blauwe lijn, is daar als de crisis of als het liquiditeitsverloop eigenlijk alleen rekening gehouden met uitstel van aflossing en rente? Of heb je daar ook bijvoorbeeld eerder de betaling van betalingsrechten in meegenomen? Ja, dat zit daar ook weer in deels erin. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ja, dat is ook zo'n ding. Hè, van waar moet je nou voor kiezen? Moet je gaan voor de betalingsrechten naar voren halen? Of moet je toch gewoon met uitstel van aflossing herdoen? Ja, daar zijn de meningen over verschillend. Als je toeslagrechten naar voren hebt gehaald en je denkt dat je daar heel goed mee kunt redden. Ja, alles wat je niet aflost, moet je wel rente over betalen. Dus dan zou mijn keuze zijn van, nou, misschien is het wel verstandig om dat te doen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je je liquiditeitsverloop zelf goed in de smiezen houdt. En dat je weet wanneer er misschien pijn te verwachten is en ook hoe groot die pijn dan zou gaan zijn. Want dan kun je eventueel van beide walletjes eten, maar zo te zeggen. Nou, dan zijn we bij vooruitblik 2020 en verder. Welke strategie kies je als ondernemer? Nou, ik denk dat de eerste strategie is dat je kijkt naar de korte termijn. 2020, want ja, naar onze verwachting gaat het toch voor sommigen best wel een lastig jaar worden. Ook gezien de huidige melkprijs, de onzekerheid in de markt. Maar ook als we kijken naar de kostprijs van de 75% die niet in de kopgroep zit. Die is gewoon hoog en misschien ook wel structureel te hoog. Dus daar begint het, denk ik. Maar vervolgens is er ook nog een lange termijn, ook een termijn na corona. En waar moet je dan als ondernemer je pijlen op leggen? En dat kan, daar hebben wij meerdere smaken, denk ik, die we daarvoor kunnen bedenken. Dat is een stuk meerwaarde vergroten. Dat kan zijn door of een Focus Planet of een Albert Heijn concept. Of dat je zegt van, wij willen toch richting biologisch gaan denken. Of eventueel een veeras met veel hogere gehalten en daardoor ook een betere verwaring. Dat zou een optie kunnen zijn. Kosten verdunnen, dat was eigenlijk altijd het traditionele concept, schaalvergroting. Nou, wij zien met de hele fosfaatgebeuren dat het toch bij menig één er wel een tikkie in het slot op de deur komt. Dus niet iedereen is in staat om fosfaatrechten te kunnen aankopen en die ook in korte termijn eigenlijk terug te financieren richting de bank.
laat staan fosfaatrechten zomaar met dit soort prijzen uit de eigen achterzak te toveren. Dus dat wordt best wel lastig. Wat ook een optie zou kunnen zijn, is besparen in de uitgaven. Dus echt gewoon goed letten op waar je je geld aan uitgeeft. En je afvragen van, levert mij dat extra omzet op? Of kost het mij minder geld? Want bezuinigen is ook soms eenzijdig. Soms moet je daar ook goed naar kijken van, waar wil ik op bezuinigen? Want anders dan kan het ook misschien leiden tot de verkeerde zaken. Het over een andere boeg gooien. Dat zou ook kunnen. Dat is ook soms wat wij zien. Dat ondernemers toch een andere tak erbij nemen. Om toch meer geld te genereren op het eigen bedrijf. Dus zoeken naar verbreding. Dat kan zijn of een camping bij het bedrijf. Of een zorgtak aan huis. Of kinderopvang. Dat zou kunnen. Maar dan moet het wel bij je passen als ondernemer. Er moet namelijk ook aandacht aan geschonken worden. En die aandacht die moet je wel kunnen geven. En moet het qua arbeid allemaal wel te realiseren zijn. Verder samenwerking zoeken zou ook kunnen. Dat je zegt van nou, we gaan onze machines bijvoorbeeld delen met een stuk of wat boeren. Om zo op die manier een compleet arsenaal in de weer te hebben. Wat op verschillende plekken na elkaar de zaken inkuil bijvoorbeeld. Arbeidsefficiëntie op die manier zoeken. En ook die proberen zo maximaal mogelijk te benutten. Nou, en als laatste, ja, dat zal voor velen misschien zeer zeker niet de bedoeling zijn. Maar wij zien toch ook overwegingen van klanten die zeggen van, het wordt wel heel erg bonzo met allerlei regelgeving. En als ik kijk naar de melkprijs, wie weet is het verstandiger om nu toch maar eens een keer een piketpaal te slaan. En zeggen van, wij moeten misschien maar eens gaan nadenken over staken. En dat zijn hele moeilijke vraagstukken, maar ik denk dat het belangrijk is dat die discussie zo nu dan wel gevoerd kan worden. Dus vandaar dat die hier ook in dit lijstje staat. Nou, vooruitblik 2020 en verder. Een tweede sheet daarover. Wat wij zien is het eerste kwartaal 2020 is overwegend positief geweest. Dus een meer melk op de bedrijven. Ook een net iets hogere melkprijs als vorig jaar het eerste kwartaal. Een iets lagere voerkostenprijs het eerste kwartaal. Dus eigenlijk is de liquiditeitstechnisch en resultaattechnisch het eerste kwartaal best heel behoorlijk verlopen. Toch komt er nu dus een behoorlijke, de klap erin. En verwachten wij eigenlijk dat de liquiditeitsmarge zal gaan opdrogen. Ondanks ook de goede maatregelen van de bank ten spijt. Maar er komt gewoon, we zien op de droogte wat voor impact dat heeft. Misschien qua fosfaat, het geld is ook maar zo weer weg bij wijze van spreken. En ik denk dat dat maar zo zou kunnen gebeuren. Wij denken dus daarom dat liquiditeit voor 2020 dat een voornaam aandachtspunt gaat worden. Ja, en als laatste, begin daarom denk ik als ondernemer echt met het uitzoeken en het inzicht krijgen in je eigen financiële situatie. En de financiële gesteldheid van je bedrijf. En probeer helder te krijgen wat je sterke en je zwakke punten zijn in je bedrijfsvoering. Maar ook voor jezelf als ondernemer. Van waar ben je goed in? Waar ben je misschien toch net even iets minder scherp in? En zoek dan denk ik ook vooral een sparringspartner die je daarin kan helpen. Die langs de zaken kan nemen van kijk, wij zien dit. Hoe zullen we dit samen kunnen aanpakken? Wij hebben denk ik ook een mooi arsenaal aan tools wat wij kunnen inzetten om dat inzicht te verschaffen. Al meerdere keren is er wat verschenen over Bas Melkje Plus, dat doen we ook alweer een paar jaar. En ik denk dat het technisch en financieel gezien heel behoorlijk mooi document is waar we in veel zaken kunnen duiden. Alpha Management Paneel is ook een tool wat werkt in combinatie met Agrinota, zodat de ondernemer zelf meer zijn boekingssysteem kan gaan doen. En ook echt on-demand het inzicht kan verschaffen. Heeft meer betrekking op de liquiditeit. Meer dan Bas Melkje Plus. En als laatste begrotingstools. Dus echt proberen scenario's uit te rekenen. En kijken van, goh, levert dit nu meer op dan het andere scenario. Dus pakken mijn richtingen, mijn denkrichtingen, pakken die goed uit of juist niet. Dus dat kunnen wij denk ik samen heel goed doen. Als laatste denk ik dat moet het gewoon passen bij u als ondernemer. Bij uw bedrijf en bij uw gezinssituatie. En ik hoop dat u op die manier helder kunt krijgen wat de juiste strategie is voor de toekomst. En daarbij wil ik eigenlijk mijn verhaal gaan afsluiten. Dank voor de aandacht. Bedankt Jan voor dit verhaal, voor de heldere uiteenzetting en een stukje analyse.
Ja, daarmee wordt eigenlijk het eerste gedeelte van onze presentatie afgesloten. En ja, is de volgende spreker eigenlijk aan de beurt. En dat is Herald. En Herald die zal ons in een aantal andere actualiteiten dan cijfers eigenlijk meenemen. En ja, bij deze Herald wil ik je eigenlijk het woord geven. Ik zal me ook even voorstellen, net als Jan. Ik denk dat heel veel mensen mij wel kennen. Herald Aalderink, bijna 23 jaar werkzaam bij Alfa in Hogeveen. Laatste jaren ook meer werkzaam in teamverband over cluster Groningen. En daar houd ik mij vooral bezig met het helpen van ondernemers met een bedrijfsanalyse, met onze BAS-rapportages, met een stuk bedrijfsontwikkeling, door middel van onze begrotingen, financieringsaanvragen. Daarnaast mag ik me ook regelmatig bezighouden met certificeren van nieuwe stallen in het kader van de maatlaat duurzame veehouderij. En een stukje wet- en regelgeving, daar waar het ingewikkelde kwesties betreft, onder andere fosfaatdossiers, hebben we natuurlijk de laatste jaren ook vrij veel werk van gehad. We merken nu dat het wat rustiger wordt. Veel uitspraken worden nu gedaan door het College voor Beroep voor Bedrijfsleven. Nou, daar hebben wij dan op zich niet zoveel meer mee van doen, maar dat ligt echt bij de juristen die daar ja, weer specialistische kennis voor hebben. Ik mag jullie ook in een aantal zaken meenemen. Wat meer op het gebied van wet en regelgeving. Ik heb niet zoals Jan een agendaatje gemaakt, dus laat u verrassen door datgene wat u voorgeschoteld krijgt. Het verrassingsmenu van vanavond begint met een onderdeel mesbeleid. U zult het allemaal wel gelezen hebben in de bladen. De derogatie. We hebben er lang op moeten wachten met elkaar. Die is toch door Brussel weer verleend voor 2 jaar. Jaar 2020, 2021. Ja, het is laat. De meeste mest ligt al op het land. Dus ja, het was ook raar geweest, bijzonder geweest, wanneer dat voor 2020 niet goedgekeurd was geweest. Nee, want u had weinig mogelijkheden gehad om dat nog bij te sturen. Wat nog wel een item is, is van, ja, wanneer gaat u dat nu aanvragen? Wij als adviseur hopen dat dat niet de komende 2 maanden moet, omdat toch velen van ons op vakantie zijn en ook ja, velen van u die werkzaamheden door ons laten doen. Maar daar zult u nog nader berichten over ontvangen, wellicht via onze media, onze nieuwsbrief. En uiteraard ook wel via de vakbladen. Maar goed, het was niet voor niks. Mevrouw Schouten heeft naar eigen zeggen er hard aan moeten trekken om het voor elkaar te boksen. Er zijn een aantal extra eisen ingevlogen, om maar zo te zeggen. Eisen waarvan je zegt, hey, hebben die nu meteen een raakvlak met de doelstelling van de derogatie of de doelstelling van de nitraatrichtlijn, die natuurlijk gericht is op het verlagen van het nitraatgehalte in het grondwater. Eisen die hier op de sheet vermeld zijn. Er zijn een groep bedrijven die nu gebruik maken van de vrijstelling voor bovengronds uitrijden. Die daar dus een ontheffing voor hebben op bedrijfsniveau. Dat gaat volgend jaar niet meer samen met de derogatie. Dus die bedrijven zullen moeten gaan kiezen. Of voor de vrijstelling of voor de derogatie. Nou, dan moet u als ondernemer een afweging in maken. Wij kunnen daarin natuurlijk met u van gedachten over sparren. Dus dat zal wellicht een lastige keuze worden. Tweede extra eis is het bord van de sleepvoetbemester op klei en veen boven 20 graden. Nou, ook op die gronden zal dit best wel een lastige aanpassing zijn, waar die machine veel gebruikt wordt. En dan is het niet het hele jaar boven de 20 graden, met name het voorjaar waar de meeste mest uitgereden wordt, zal dit mogelijk niet zoveel effect hebben. Maar later in de zomer, zoals de laatste weken waar het wat warmer is en na een mooie maaisnede, wilt u toch mest gaan uitrijden, ja, dan is het maar zomaar 20 graden. Zeker als er wat regen aan de lucht zit, ja, dan wilt u natuurlijk voor de regen die mest op het land hebben. Derde extra eis, die is het verplichte coaching op alle derogatiebedrijven op de uitvoering van de stikstofmaatregelen. Dus met name misschien wel gericht op de kringloopwijzer. Ja, dan zult u denken van ja, dat is weer iets waar we misschien helemaal niet op zitten te wachten. Moeten we weer kosten voor maken? Je zult daar wellicht een adviseur voor in moeten schakelen. We zullen nu daar wellicht later dit jaar over gaan informeren welke mogelijkheden wij hebben om u daarbij te helpen, te ondersteunen. Maar dat is wel een die daar toch wel weer is aan toe is gevoegd. Waarvan u zegt van ja, hey, met alle eisen extra is die derogatie voor mij nog wel interessant. Nou, met name die eis 1 en 2 die neigen toch meer richting het ammoniak gebeuren. De uitstoot naar de lucht en niet zozeer de uitspoeling naar het grondwater. Aan de andere kant is het wel zo, die ammoniak die de lucht in gaat, komt wellicht ook wel weer ergens op grond terecht. Dus indirect heeft het toch ook wel weer met een stukje kwaliteit van de grondwater te maken.
Dan komen we bij het tweede onderdeel van mijn presentatie. Dat gaat over het stikstofdossier. Dat is natuurlijk ook een hot item al sinds, ja, eigenlijk sinds vorig voorjaar. Sinds de uitspraak van de Raad van Bestuur over het afschieten van de pas. Dus sinds die tijd is er natuurlijk heel veel discussie geweest. Er zijn er heel veel protesten geweest. Is er van alles besproken. Het landbouwcollectief is bezig geweest om zaken in Den Haag in een goede richting te sturen. Voor een deel is dat misschien gelukt, voor een ander deel zal dat niet gelukt zijn. Maar goed, mevrouw Schouten zit daar in een lastig dossier, want ammoniak, dan wel stikstof, komt natuurlijk niet alleen uit landbouw, maar ook uit andere bronnen. En daarnaast heeft het ook effect op werkzaamheden in andere sectoren. En daar is eigenlijk deze maatregel ook wel wat op gericht, die dus eigenlijk tijdelijk wat extra ruimte verschaft aan andere sectoren, met name woningbouw, bouwprojecten, waar ruimte voor nodig is om dat die transportbewegingen en dergelijke ook stikstof uitstoten. Heeft ze toch moeten kiezen om toch die ruimte in de landbouw voor een deel weg te halen. Nou, daar is al heel veel over gesproken, zeker de laatste weken. En dat wellicht deze regel het paard achter de wagen spant in plaats van ervoor. Omdat dit eigenlijk een eenzijdige aanpassing is van één component in het rantsoen, namelijk alleen de krachtvoer. Er wordt een ruw eiwitgehalte gesteld voor die periode die daarin gesteld staat. De normen, die kunt u lezen, die staan erbij. Afhankelijk van de rantsoenen en op de verschillende grondsoorten is daar ook een verschillende norm aangekoppeld. Hogere norm voor die bedrijven die waarschijnlijk wat meer mais in het rantsoen hebben en een wat lagere norm voor bedrijven met wat meer gras in het rantsoen. Dat is een uitzondering voor natte bijproducten, bierborstel en andere eiwitrijke producten. Er is natuurlijk al heel veel over geschreven. Zal dit kostenverhogend zijn? Zal dit misschien ook ammoniakemissieverhogend zijn in plaats van verlagen? Nou, er is deze week natuurlijk vanuit de sector een poging gedaan met de minister tot een vanuit de sector gedragen plan te komen. Nou, die eerste overleggen zijn niet succesvol geweest. Er is geen gedragenheid. En waar mevrouw Schouten met name tegenaan loopt, is de juridische borging van de alternatieve plannen dan het plan wat nu voor ligt. Dus ik denk dat u er toch met elkaar wel van moet uitgaan dat u hier wel iets meer gaan moeten vanaf 1 september. En dan zou mijn advies zijn, en ik ben zeker geen voerspecialist, om in ieder geval hier tijdig over na te denken, zodat je nu nog tijdig kunt anticiperen over wat doe ik met de komende maaisneders. Maai ik wat vroeger, maai ik wat later, ga ik juist veel willen en wat meer, minder maaien of omgekeerd. Wat doe ik straks met mijn planning in de mais? Ga ik nu juist veel mais voeren en van aaien wat minder? Tijdig aanpassen is wellicht beter dan eerst de zaak afwachten en op 1 september nog moeten gaan bedenken van en wat ga ik nu eigenlijk doen? Want dan ben je eigenlijk te laat om nog te anticiperen. Dus dat is wel de boodschap om daar actief mee aan de slag te gaan met de voerspecialist. Herald, aan het begin van dit verhaal zei je eventjes als kleine spraakverwarring. Door de Raad van Bestuur is besloten uiteindelijk dat de pas afgesloten is. Nou, onze Raad van Bestuur van Alphen is er niet veel mee van doen. Het zal de Raad van State geweest zijn. Dat even als kleine aanvulling op je verhaal. Ja, dankjewel Erwin. Je hebt helemaal gelijk. Er zullen ongetwijfeld bij ons binnen de Raad van Bestuur van OVA ook mensen zijn die hier wel wat van meegekregen hebben, maar zij hebben daar inderdaad geen beslissing over genomen. En dat is wel goed ook, denk ik. Oh, wie? Dan gaan we verder met het stikstofdossier. Ook de laatste weken is er toch alweer het een en ander een ontwikkeling geweest in in datgene wat in Den Haag vooral gebeurt. Dan kunt u zeggen, dat is ver van mijn bed. Dat is ook, letterlijk is dat ook zo. Maar figuurlijk kon het toch nog wel eens wat anders worden. Wat is er zoal gebeurd? En ik ga daar in hoofdlijnen doorheen, omdat het toch eigenlijk de tijd nu in dit webinar te kort is om daar heel diep op in te gaan. Maar er is in ieder geval op 27 mei door mevrouw Schouten een wetsvoorstel gedaan over stikstofreductie. Dat voorstel ziet in hoofdlijnen op een tweetal zaken. Dat is eigenlijk het verlagen van de stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden. En in combinatie daarmee ook zeker een stuk natuurherstel. Dus er moet gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de natuur. En wat zij ook naartoe wil, is een stuk wettelijke borging van dat hele beleid. Doelen moeten hard, doelen moeten afgedwongen worden.
Nou, dat is het voorstel wat zij heeft ingediend. Kort daarna, op 8 juni, kwam het adviesrapport van Remkes met het thema Niet alles kan overal. Nou, dat zegt eigenlijk in kort alleen dat het beleid wat door minister Schouten is voorgesteld eigenlijk niet verder genoeg gaat. Remkes schrijft in zijn rapport dat de stikstof, of met name de ammoniakreductie, eigenlijk met 50% naar beneden moet in de landbouw ten opzichte van 2019. Nou, dat is nogal wat. En dan wordt er al behoorlijk snel voorbij gegaan aan al die reductie die we de jaren daarvoor als sector en als sectoren hebben gerealiseerd. Met name ook in intensieve sectoren waar ja, toch ook veel bedrijven, en zeker in de varkenshouderij en ook in de pluimveehouderij, de stallen hebben uitgevoerd met emissiearme stalsystemen. Er is al heel veel gereduceerd. En toch moet er nog een flinke schep bovenop. En het moet ook wat minder vrijblijvend al dus, meneer Remkes. Hij wil ook meer toe naar een gebiedsgerichte opkoop en dan ook niet een vrijblijvende opkoop, maar toch wel meer een gedwongen opkoop. Dus er zit nog best wel wat in het vat waar u mee van doen zou kunnen krijgen. Nou, dan is daar 2 weken geleden ongeveer een debat over geweest in de Tweede Kamer. Mensen hebben kennis genomen van beide zaken. Nou, gaat ook weer te ver om daar het hele debat over te doen. Dan ga ik u niet meer vermoeien. Ik denk dat u dan na 5 minuten afgehaakt bent. Maar kort wel even 2 belangrijke zaken waarvan op de eerste zeker voor een heel aantal bedrijven van belang is. En Schouten heeft al eerder aangegeven dat zij voornemens is alle bedrijven met een pasmelding te legaliseren. Wat wel bekend is dat zij de juridische ruimte hiervoor nog steeds niet gevonden heeft. Onderhand lees je ook wel her en der in de vakbladen dat zij toch een beetje probeert tijd te rekken en misschien die zure appel wel over de verkiezingen wil schuiven. Maar goed, ze heeft in dat debat wel aangekondigd om alle pasmelders deze maand een brief te sturen om nog eens te inventariseren van hey, de activiteiten die jullie 2, 3, 4 jaar geleden gemeld hebben, zijn nog actueel. Met andere woorden, verdienen die nog aandacht in het kader van een stuk legalisatie of omgekeerd ja, zijn de activiteiten misschien inmiddels beëindigd en zou dat tot een stukje ammoniakwinst kunnen leiden. Nou, ons advies is in ieder geval om die brief, hij die hem krijgt, om die goed door te nemen en tijdig actie te ondernemen en even te sparren met een deskundige. Dat kunnen deskundigen van Alfa zijn. Wij hebben ROM-specialisten in dienst. Zelf heb ik hem in het verleden ook veel met dit soort wetgeving bezig gehouden. Dus een eerste sparring erover kunnen we samen ook wellicht doen. Om te kijken van ja, wat moeten we hier nu mee en moeten we hier nu wel of juist niet op reageren. Maar ja, hou het in ieder geval even in de gaten. Ook zeker in de vakantieperiode waar misschien post op een grotere stapel komt te liggen. Ja, want ik wens u ook al een stukje vakantie toe. Zelf gaan we er ook tussenuit. Maar houd dat in ieder geval in de gaten. En het tweede onderdeel wat daarin genoemd is, is eigenlijk een herintreden van een soort mina'sbalans. Ze noemen dat dan een afrekenbare stoffenbalans die per bedrijf in beeld brengt of de stoffen, de stikstof, de fosfaten, wellicht ook nog andere stoffen in balans zijn. En als dat dan niet zo is, dan wordt u daar wellicht over afgerekend. Nou, hoe dat allemaal uitgewerkt gaat worden, dat zal de tijd moeten leren. Maar dat zijn wel 2 belangrijke schoten voor de boeg vanuit het debat in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn ook de provincies met allerlei zaken bezig. Provincies hebben de opdracht gekregen vanuit Den Haag om te werken aan een gebiedsgerichte aanpak. Met name in de provincie Drenthe hebben we bijvoorbeeld heel veel Natura 2000 gebieden. En de provincie zal dan moeten gaan nadenken over ja, wat daarmee te doen. Welke bedrijven zitten daar dichtbij? En dichtbij wordt dan vaak even de cirkel van 1,5 kilometer genoemd. Zouden we daar bedrijven moeten opkomen of moet dat dan juist niet? Provincies werken ook aan regels over hoe om te gaan met latente ruimte. Met name bedrijven die daar een grotere vergunning hebben nadat de stallen zijn gerealiseerd. Ik kom daar zo meteen in de volgende sheet nog even op terug. En ook de regels voor externe saldering. En stel dat je een situatie hebt waar je binnen eigen bedrijf niet genoeg ruimte kunt creëren voor uitbreiding. Ja, zou je ammoniak kunnen gaan kopen van een buurman. Maar er zitten meer kopers op het vingertoon. Wellicht hebben ook andere bedrijven, bijvoorbeeld industriebedrijven op industrieterreinen, ook ammoniak nodig voor uitbreiding. En ja, daar zitten heel veel provincies toch ernstig mee te zweten van ja, wat moeten we daar nu mee gaan doen? Ik las deze week een artikel over de provincie Gelderland. Die heeft dat voorlopig nog een heel eind voor zich uitgeschoven. Die gaat extern salderen niet nu openstellen om te voorkomen dat wellicht veel ammoniak uit de landbouw verdwijnt en er een stuk verloedering van het platteland optreedt. Dus kortom, er zijn nog best wel veel onzekerheden over dit aandachtsgebied. Maar ik denk ook dat het niet verstandig is om stil te blijven zitten.
Wij zien daar eigenlijk twee zaken in onze klantenportefeuille binnen onze cluster. Er zijn ook wel best twee hele verschillende provincies. Hoe de provincies, maar ook hoe ondernemers daar in het verleden mee om zijn gegaan. Drenthe heb ik hier op de schijf gezet. En daar zien we dat veel bedrijven wel een NB-vergunning hebben of een pasmelding hebben gedaan in het verleden. Ja, we hebben daar zelf vanuit Alfa ook, zeker vanuit kantoor Hoogwin in het verleden, actief op geadviseerd. En zeker daar waar bedrijven bijvoorbeeld vanuit het verleden nog een tak varkens hadden en de ammoniak konden omzetten van varkens naar extra voor melkvee dan wel jongvee. Maar we zien ook wel dat, die vergunningen zijn soms wel 5 tot 10 jaar oud, dat die vergunningen niet meer altijd aansluiten bij de feitelijke situatie op het bedrijf. Een mooi voorbeeld is bedrijven die enigszins speculatief een vergunning hebben aangebracht op basis van het Groenmanifest, wat er een aantal jaren geleden is geweest, en nieuwe stallen ingetekend. Melkvee naar een nieuwe stal, jongvee naar een oude stal. Mooi plan, maar het plan is nu niet gerealiseerd. Dat betekent dat het melkvee vaak nog in de bestaande legboxenstal zit, jongvee misschien ergens nog in een ouder schuurtje. En dat betekent eigenlijk dat de feitelijke situatie niet aansluit bij datgene wat op de vergunning staat. Ook in dat geval is het verstandig daarnaar te kijken. En af te vragen, moeten wij een nieuwe vergunning aanvragen? En zo ja, tegen welke hobbels lopen wij dan aan? Nou, er zijn eerder deze week ook in de nieuwe provinciale beleidsregels gepubliceerd. Ook in de provincie Drenthe. En ik denk dat het goed is om uw plannen ook eens te spiegelen aan die beleidsregels. Om te kijken, kan ik redelijk eenvoudig een nieuwe vergunning aanvragen die wel passend is? Of moet ik misschien toch in de toekomst gaan nadenken bijvoorbeeld over een emissiearme stalvloer? Of dan wel extern salderen, als daar de mogelijkheden voor gegeven worden. Provincie Groningen, heel ander verhaal. Provincie Groningen was altijd erg passief in het verlenen van vergunningen. Ze zeiden, we hebben eigenlijk geen NB-vergunning, dus wij doen daar niks mee. Ze hebben één NB-vergunning gebied in de eigen provincie. Dat is het Lieftingsbroek, oostelijk in de provincie. En zij hebben eigenlijk ook wel last van de stikstofgevoelige gebieden op de Waddeneilanden. Nou, dan is die afstand al wat groter. De gebieden liggen ook in de provincie Friesland. Maar ook in dat geval zullen bedrijven die redelijk dicht bij de Noordzee zitten, mogelijk daar wel mee te maken krijgen. Voor veel melkveebedrijven denken wij, en zonder daar nu heel veel van gezien te hebben op dit moment, dat nog best wel voor veel bedrijven een probleem kan worden. Omdat je met name voor die NB-gebieden een heel eind terug moet kijken. Namelijk naar 7 december 2004. Nou, dan hebben we het inmiddels over 16 jaar terug. En wat je natuurlijk zeker bij melkveebedrijven ziet, dat er vaak in stapjes gegroeid wordt. Ja, dan komt eens een keer een paar spanvakken bij de stal aan en later nog eens een keer. Dan wordt dus een jongveestal gebouwd. En elke keer wordt die vergunning, die milieuvergunning bij de gemeente, wordt elke keer stapjesgewijs opgeschroefd. Nou, als je dan nu kijkt van wat was de vergunning in 2014 of in 2004 moet ik zeggen. Ja, dan is dat vaak toch een veel lager aantal dan wat nu op het bedrijf aanwezig is. Nou, dan ga je kijken en hoe krijgen we dat dan in evenwicht. Nou, intens salderen betekent eigenlijk niks anders dan dat je een stal emissiearm gaat maken met een emissiearme vloer. Dat is ook eigenlijk de enige keuze op het moment. En daardoor ruimte creëren voor de uitbreiding. Nou, dat is toch in heel gevallen onvoldoende soelaas. Of extern salderen, dus het opkopen van ammoniak van een naburig bedrijf. En als de regels net zo worden als in het verleden, dan moet je toch ook wel echt in de regio van het bedrijf zoeken. En niet dus in een andere provincie, maar toch echt wel naar bedrijven die depositie veroorzaakt op dezelfde Natura 2000 gebieden, nadat u zelf depositie veroorzaakt. Nou, en met name, eigenlijk geldt dat voor alle bedrijven, maar zeker ook voor die bedrijven in de provincie Groningen. Breng je eigen situatie in beeld, duik de kastjes in, trek die oude milieuvergunningen eruit, geef die eventueel mee aan een adviseur. Wij hebben, zoals gezegd, ook deskundigen in dienst. We hebben ook daar volgens mij in de provincie Groningen brieven rondgestuurd naar onze klanten om de zaak te inventariseren, om in ieder geval daar de thermometer eens in te steken van en hoe staat u er nu eigenlijk voor? Is uw bedrijf gezond als het gaat om vergunningen of is het wat minder gezond? En moet er eigenlijk een geneesmiddel aan te pas komen? En wat we ook wel steeds meer merken, ook in het kader van financieringen, dat een van de eerste dingen waar een bank toch naar vraagt als er een plan is om te financieren, en dat kan een stuk uitbreiding zijn, dat kan ook een stuk de innovatie van de bestaande gebouwen zijn, overschakelen naar melkdorpen van jongens. En hoe is het met de vergunning gesteld? Mag je de dieren die je volgens je begroting wil gaan houden, mag je die houden of kom je vroeg of laat in de problemen bij een stukje handhaven? Dus voldoende aandacht denk ik hiervoor gewenst.
Dan schakelen we weer over naar een ander onderdeel van het hele mesgebeuren. Dat is fosfaatrechten. Jan noemde het net ook al even een beetje van, hey, ga op tijd plannen. Ja, hoe sta ik ervoor? Heb ik aan het eind van het jaar nog fosfaatrechten nodig? En wat ga ik er dan mee doen? Nou, we hebben even heel simpel een rekensommetje gemaakt. Stel dat het overschot wat u heeft van fosfaatproductie 100 kilo is. Naar schatting kunt u daar ongeveer 17.000 kilo melk extra door afleveren. Met een saldo van ongeveer 20 cent. En dan is de opbrengst van die extra liters melk is 3400 euro. Nou, dan heeft u even kort door de bocht twee opties. U gaat aan het eind van het jaar de fosfaat kopen. Aan een prijs van 125 euro de kilo. Dan is er op dat moment een uitgave uit uw portemonnee van 12.500 euro. Dus dat betekent dat de liquiditeitssaldo van die extra liters is in dit geval ongeveer 9.000 euro negatief. Nou, dat is op zich niet zo'n probleem als u daar in uw liquiditeitsplanning ruimte voor heeft en rekening mee heeft gehouden. Maar mocht uw liquiditeit al wat krapjes zijn, omdat u bijvoorbeeld toch heel veel last heeft van de droogte, veel voer heeft moeten aankopen, wellicht daalt de peulprijs nog iets, en dan is het toch verstandig om daar tijdig een oplossing voor te zoeken. We zijn in dit geval even uitgegaan dat het berekend effect exclusief de eventuele inkomstenbelastingvoordeel is. Ja, omdat dat inkomstenbelastingvoordeel pas volgend jaar gaat werken. Want de belastingaanslag over het jaar 2020 gaat u pas in de loop van 2021 betalen. Nou, als u denkt van ja, die 9000 euro die heb ik eigenlijk niet in de portemonnee zitten voor het eind van het jaar. Ja, dan is wellicht leasen een alternatief. Ja, even verondersteld een leaseprijs van 35 euro per kilo. Netto kilo's hebben we dan al over. En dan is de liquiditeitssaldo 100 euro negatief. Nou ja, dan heeft de extra melken toch niet zo heel veel effect op de liquiditeit. U heeft er niet zoveel voordeel van, maar het voordeel is in die zin dat u het vee wel in de stal houdt. Zeker wanneer u toch wat beperkt in de jongveebezetting zit en er weinig aanwas is van onderaf. En dan kan het toch een reden zijn om te zeggen, ja jongens, we moeten volgend jaar ook weer met voldoende koeien starten. We hebben geen geld in de portemonnee, maar dat kan leasen een prima alternatief zijn. Voordeel van leasen is, zeker als je dat tegen het eind van het jaar doet, dat bij leasen de volledige leasekost als kosten meegenomen wordt in de jaarrekening van 2020. En dus ook in de winstdruk en eventueel ook in de belastingssfeer wat doet. Koopt u fosfaat, bijvoorbeeld op 1 december. Fosfaat zit geen investeringsaftrek op, dus dat doet niks. Fosfaat mag je dan nog maar 1/12 afschrijven van het jaar 2020. Dus ook de afschrijving die u daarmee op de wal haalt, zeg maar, om het inkomen te drukken, is vrij beperkt. Dus daar is ook nog iets om in te sturen, zeg maar, richting het eind van het jaar. Ons advies is eigenlijk, probeer zoveel mogelijk je eigen ruimte vol te produceren. En we omgekeerd ruimte overhouden en dat verliezen, dat schiet eigenlijk ook niet op. Want je zit altijd dan met 20% afroming en overschrijding. En je zegt, jongens, ik heb toch al meer fosfaat geproduceerd of ik ga meer fosfaat produceren. Ja, ga op tijd in beeld brengen wat dat voor uw portemonnee betekent en zorg ook voor een passende oplossing. Ik heb daartussen staan met een vraagteken iets over afromingsvrij verliezen. En dat is een voorstel wat er wel ligt. Ten eerste, 100 kilo is natuurlijk voor heel veel bedrijven ook weer niet heel veel om erbij te lezen. Maar wat er wel van gezegd is, is dat dat pas aan de orde komt op het moment dat de totale hoeveelheid fosfaatrechten in Nederland binnen het fosfaatplafond ligt voor de melkveesector van 84,9 miljoen. Nou, op dit moment is dat niet aan de orde. We zitten daar nog flink boven. Hoewel de feitelijke fosfaatproductie daar wel onder zit, maar het aantal rechten dus niet. En wat we nu zien is, Jan heeft het al aangegeven, er is op dit moment weinig handel in fosfaatrechten, dus er is ook maar weinig afroming met 20%. Dus de daling die moet komen uit de afroming, ja, dat gaat niet zo heel hard. Dus ik denk dat het best nog even kan duren voordat die optie, dit is het afromingvrij leasen, ingevoerd wordt en dat u daar de vruchten van kunt plukken. Dan het laatste, misschien een wat leuker onderdeel. Dan gaat het niet meer over wet en regelgeving, maar over subsidies. En dan is altijd de kunst, en dat vind ik altijd wel een uitdaging, om zoveel mogelijk subsidies voor u als ondernemer op de wal te tillen, zeg maar, en bij de overheid uit de pot te halen. Dan mogen we altijd twee onderdelen onderscheiden. In de ene situatie is het subsidies echt contant geld. Nou, dat is de onderste waar ik soms in op terugkom. Het andere dat is meer zit in de fiscale sfeer. Dan gaat het over milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving, de VAMIO. Dus dat is een extra aftrekpost op uw inkomen. En moet u het geld eigenlijk op de wal slepen door een lagere belastingaanslag. Nou, dit jaar staan op de milieulijst nog een aantal interessante zaken. Ook al
ja, is de animo om nu in dit soort dingen te investeren met alle onzekerheden die Jan geschetst heeft misschien wel even wat minder. MDV-stallen, dus maatlaat duurzaam veelderij, systemen voor monitoring diergezondheid, die zien we nog wel eens een keer gekocht worden in combinatie bijvoorbeeld met melkrobots. Een elektrische voerwagen, nou, we zien steeds meer bedrijven toch ook wel nadenken over zonnepanelen en windturbines. De voerrobot, dus het Lely systeem en andere leveranciers hebben inmiddels ook een systeem. Dus die automatisch het voer naar uw koeien brengt elke dag. Kuilafdeksystemen, zie je onderweg ook steeds meer komen. En voor een stuk arbeidsgemak, zeker rond het kuilen, wat al een hectische periode is. Bedrijven worden groter, kuilen worden steeds groter. Je ziet ook steeds meer bedrijven in lasagnekeulen denken en werken. Ja, dan is een kuilafdeksysteem kan een heel goed middel zijn. Zeker op bedrijven waar de arbeidsbeschikbaarheid beperkt is, kan dat helpen. En als dat dan ook met wat aftrekkosten zijn. Die milieu-NCS-aftrek dat varieert van 19% tot 37%. Dus dat varieert afhankelijk van de codering op de lijst. Energie-NCS-aftrek zit vooral op besparingen op energie. Zonnepanelen, warmte-terugwinning, ledverlichting. Nou, wellicht staan er nog andere zaken op, maar dit zijn wel ongeveer de belangrijkste. Wat daarbij altijd van belang is, dat de melding voor deze zaken, die moet ingediend worden bij RVO, in het juiste loket, die moet gedaan worden binnen 3 maanden na het aangaan van de investering. En dat is dan het aangaan van de investering. Op het moment dat u de handtekening zet onder de koopovereenkomst, of u bestelt het betreffende bedrijfsmiddel bij de leverancier, dat is het vertrekpunt. Dus dan is het handig dat u of ons daar informeert of zelf die melding doet. Maar in ieder geval die 3 maanden termijn die is behoorlijk hard. Te laat is ook gewoon echt te laat. En ook zeker richting het eind van het jaar kan er ook weer een zaak worden om samen met ons, eventueel met behulp van de kwartaalrapportage, goed te plannen van hey, wat wordt nou dit jaar mijn winst? En doe ik nou zo'n investering juist nog voor het eind van het jaar in 2020 of sluit ik hem net over het nieuwe jaar in 2021? Daarnaast hebben we nog in Drenthe op dit moment de voucherregeling Ik ben Drenthe ondernemer. Dat is een regeling die er vorig jaar ook al was, waar we best al veel klanten een aanvraag hebben gedaan. Die geeft subsidie op advieskosten voor bedrijfsoverdag en bedrijfsontwikkeling. Stel dat u zegt, hey, ik denk na over een stukje verduurzaming van mijn bedrijf, aanschaf windmolens, zonnepanelen of een stuk aanschaf in melkrobots om het arbeidsverhaal wat makkelijker te maken. En u heeft daar een begroting voor nodig en een financiering aanvraag bij de bank. Dan kunt u voor die kosten subsidie aanvragen voor maximaal de helft van de kosten die u bijvoorbeeld een adviseur, en wij kunnen u daarbij helpen, voor gaat maken. Nou, dan kan het toch even een leuke bijdrage zijn die ja, de liquiditeit toch weer wat aanvult. Ik heb hier bewust even de subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stallen buiten gelaten. Heel af en toe krijg ik daar een vraag over, want dan heeft een ondernemer iets gelezen in een vakblad. Nou, waarom heb ik die niet genoemd? Omdat die op dit moment voor melkveehouders niet interessant is. In die zin dat het eerste onderdeel echt gericht is op innovatie. Nou, dan weet ik uit ervaring dat ondernemers die innovatie meestal aan leveranciers van stalinrichters en dat soort zaken overlaten. En het tweede onderdeel is de investeringsregeling. En die is de komende maanden eigenlijk vooral open voor pluimveebedrijven. Dus ook in die zin heeft u daar op dit moment niets aan. Mogelijk volgt er later wel een openstelling voor melkveebedrijven. Maar daar zullen we u natuurlijk weer over informeren via onze nieuwsbrief. Nou, op dit moment ben ik door mijn presentatie. Ik hoop dat u er wat van opgestoken heeft. Ik vraag even aan Erwin of er nog vragen binnengekomen zijn. Dan is daar natuurlijk nog ruimte voor. En zo niet, dan hoop ik u op een volgende bijeenkomst te spreken of één op één. Even op kantoor of bij u aan de keukentafel. Bedankt voor het vragen. Ik kan er heel kort op zijn. Er zijn voor jou geen vragen binnengekomen. dus het verhaal was duidelijk. Daar komt het in ieder geval wel op neer. Er is nog één ding wat ik wel benoemd wil hebben. Die vraag is algemeen binnengekomen. Daar heb je in de presentatie geen aandacht aan besteed. Maar is nu wel actueel. Velen van u krijgen op dit moment een uitnodiging voor de BKT-check. Om de percelen die u normaal bij de GDI invult. Om die definitief nog een keer opnieuw in te vullen. Daar krijg je een verzoek van dienstregelingen voor. Dat is even een klusje om de percelen allemaal te bekijken. De dienstregeling heeft daar een voorafgaande eigen intekening gemaakt. Die moet u controleren en eventueel aanpassen.
Daar kunnen wij u als kantoor prima bij ondersteunen. En onze collega's Wouter Vieveen en Henny Jonker doen dat al, hebben het heel klanten al gedaan en kunnen dat ook voor u doen. Dus heeft u daar vragen over, bel of mail gerust. Verder wil ik nu toch eigenlijk de bijeenkomst beëindigen. We zitten iets over onze tijd heen. Dus ik wil u hartelijk danken voor de aandacht die u aan ons gegeven heeft voor het volgen van het webinar. Ik kan me voorstellen dat een aantal zaken toch misschien snel gegaan zijn dat u terug wil kijken. Zoek even op de website van Alfa op het kantoor. Daar kunt u in ieder geval straks een link vinden naar het webinar. Eventueel straks ook via YouTube. En de link die u heeft om u in te loggen kunt u ook gebruiken om het webinar terug te kijken. Daarmee is een einde aan dit webinar. Normaal gesproken drinken we nu een borrel met elkaar. Nou ja, die zult u toch echt zelf in moeten tappen. Daar kan ik u helaas niet van voorzien op dit moment. Dat doen we graag op een volgende keer weer. Live met elkaar bij een locatie ergens in Den Landen. Voor nu bedankt. En graag tot ziens.